U bent degene die daar morgen op de stoep staat. Overigens niet alleen namens de Blokker, maar namens andere grootwinkelbedrijven. Wat wilt u van die staatssecretaris? Nou, ik ben niet boos, maar ik ben wel heel bezorgd. En ik sta daar inderdaad... Dat is meestal de voorbode van boosheid. Nou ja, misschien. Maar ik sta daar niet alleen voor mijn eigen bedrijf, maar ook voor heel veel andere filiaalbedrijven. Want die nieuwe staatssteun, die is heel erg goed voor de individuele winkelier. Ja. Die wordt daar echt mee geholpen. Je hebt dus de vaste lastentoeslag en je hebt een vergoeding voor je voorraad. Maar de overheid geeft het zelf aan op haar website. Als voorbeeld, een winkelier met één winkel met zeg maar even 2 ton omzet per kwartaal, die krijgt 61.200 euro vergoeding voor het dicht zijn. Hmm. Maar als je 400 winkels hebt van dezelfde omvang, dan krijg je 4 keer 61.000. Nee, dan krijg je 1500 euro per winkel. En dat vind ik niet... Maar even naar de huidige situatie van uw keten dan. Onder meer Blokker zit daarin. Ja. Hoe nijpend is de situatie nu? Met andere woorden, nou ja, zegt u het maar. Ik bedoel, hoe nijpend is het? Nou, wat ik net zei, kijk, het is niet alleen voor mezelf, maar voor ik denk dat... Nee, maar hoe nijpend is het bij u? Staan er banen op het spel bij Blokker? Is het zo ernstig? Ik denk dat als je dit niet goed aanpakt, als je dit niet met steun... Laat ik even vooropstellen dat ik liever helemaal geen steun krijg. Liever gewoon de winkels open, zoals ze dat ook hebben gedaan in Frankrijk, België, in Duitsland zijn gewoon de winkels open. Ja. Omdat het namelijk niet de oorzaak is van, van besmettingen. Zijn er besmettingen geweest in uw filialen? Er zijn een paar besmettingen geweest, maar onze ziekteverzuim is nog nooit zo laag geweest. Nee, maar het gaat natuurlijk om de vervoerstromen van mensen, om die doorstroomlocaties en mensen moeten thuisblijven. Daar gaat het natuurlijk om. En daar was u trouwens als een van de eerste captains of industry, als ik u zo mag noemen, voor. U zei, in het weerwil van sommige collega's, wij staan er helemaal achter. Wij staan erachter, maar je moet dan wel zorgen dat je ook geholpen wordt. Wij zijn de eerste lockdown opengebleven en dan hebben we alle maatregelen genomen die je kan nemen. Dat is ook goed gegaan. En de tweede lockdown, als men vindt, ik ben geen viroloog, maar als men vindt dat dat moet, dan moet je dat ook doen. Ja. Maar dan moet je wel met elkaar afspraken kunnen maken over hoe ga je elkaar dan helpen. Ja, nou goed, die afspraken zijn gemaakt. Er ligt een enorm steunpakket van 7,6 miljard. Ja, maar dat is dus niet voor 60% van de winkelstraat. Want maar dat wat zijn wilt namelijk u dan van de staatssecretaris? Nou, er zit een maximum op de vaste lastentoeslag van 4 ton en 2 ton op de vergoeding voor de voorraad. Ja. Dat maximum moet eraf. Ja. Dan is het probleem opgelost. Want dan kan het filiaalbedrijf weer gewoon met steun blijven overleven. Ja. Wat zou het maximum moeten zijn? Is er geen maximum. Beeld bij? Geen maximum. Nee, er is nu voor die winkelier, die krijgt zeg maar, 20% van zijn gederfde omzet vergoed. Ja. En hij krijgt zijn vaste lasttoeslag, is ook een percentage. Nou, prima. En we hebben het even uitgezocht. En er is wel vanuit Europa.